Ja, het zijn toch allemaal altijd een beetje abstracte woorden in Den Bosch op het provinciehuis. En daarom is het zo fijn om een man uit de praktijk hier te hebben. Directeur-eigenaar Henny de Haas van Hoppenbrouwers Techniek. Een bedrijf dat groeit als kool. Als je één keer met je ogen knippert, hebben ze alweer meer werknemers. Hoeveel zijn het er nu, Henny? 1000 ongeveer. Ja, met nog steeds, mag ik zeggen, het hoofdkantoor in Udenhout? Of zie je dat zo niet? Ja, ik denk dat er wel een soort gevoel van een hoofdkantoor is. Ja, ik wil daar niet te veel over hebben, want uiteindelijk zijn al die vestigingen natuurlijk allemaal gelijk. Maar daar is het wel, laat ik zo zeggen, begonnen. Alhoewel een aantal bedrijven die we overgenomen hebben, ze net zo goed hebben hun eigen historie. En die zijn ook ergens begonnen. Alleen soms dan sluiten ze aan en worden ze een onderdeel van Hoppenbrouwers. Maar ja, ze houden allemaal ook zijn eigen identiteit. Maar waarom houden die bedrijven ermee op? En waarom kopen jullie allemaal bedrijven op? Hoe kan het dat jullie zo groeien? Ja, kijk, we kunnen er natuurlijk allemaal heel academisch over doen, maar het moet ook gewoon in de aard van ambitie liggen, denk ik. Want dat geldt natuurlijk hetzelfde voor Rick. Ik bedoel, hij had ook met 80 koeien verder kunnen gaan. Jij bent een ambitieus man, want je kwam als elektrotechnicus bij Hoppenbrouwers werken. Gewoon als werknemer. Ik heb 10 jaar lang gewerkt als monteur. Maar ik ben wel als een soort manager op de afdeling installatietechniek gekomen. Ja, maar ik wil zeggen, nu zijn we 20 jaar verder en ben je directeur-eigenaar van een bedrijf met meer dan 1000 werknemers. Klopt, ja. Dus die ambitie zit vooral bij jou. Ja, maar ook bij heel veel mensen. Dus het is niet, maar ik moet er natuurlijk wel voorop lopen. Als ik, laat ik zo zeggen, geen ambitie zou hebben, dan zou de rest daar last van hebben. Dan zouden ze ergens anders gaan werken. Ik heb de ambitie om iedereen te laten groeien en de kans te geven om zelf een stukje onderneming te ondernemen. Waarom gaan die anderen failliet en waarom groeien jullie? Ja, ik weet natuurlijk nooit niet wat die anderen precies allemaal niet goed doen. Maar ik denk dat ze... Kijk, wij zijn natuurlijk sowieso heel scherp op kosten. Dat heb ik van thuis uit ook meegekregen. Daar begint het denk ik mee. En ik denk dat er in de crisis ook wel eens ooit wat angst is geweest die niet nodig is geweest. Van de andere kant... De bedrijven die in de woningbouw zaten, die hebben natuurlijk enorm moeilijk gehad. Wat op dit moment weer precies omgekeerd is. Dat er weer geen bedrijven zijn die nog het werk kunnen maken. Dus het ligt niet altijd aan het beleid natuurlijk. Soms is het ook wel de markt geweest, de situatie. Maar ik denk wel, kijk, nu is het ook weer vooruitzien. En natuurlijk willen we natuurlijk groeien op dit moment. Maar eigenlijk moeten we nu ook al kijken naar de volgende crisis die eraan komt. En dat is natuurlijk wel een deel ook van mijn werk en van alle mensen. Kijk, het is leuk om nou weer op de golf van de hoogconjunctuur... Ja, hoe zeggen ze dat? Het dak repareert als de zon schijnt, hè? Precies. Dus we moeten daar wel scherp op zijn. Ja, en dat blijft natuurlijk wel een uitdaging in deze tijd. Hè. Kijk naar de huizenprijzen, die vliegen nu omhoog, maar over enkele jaren schat ik in... Ja, eigenlijk weten we het allemaal, maar toch is het best moeilijk om daarop te acteren. Maar nu even naar die praktijk. Hè? We hadden het net al heel even over die warmtepomp. Die wordt ons voorgehouden als duurzaam alternatief voor de ouderwetse cv-ketel op gas. Ja. Nou, jullie zijn een installatiebedrijf. Als ik nu als bewoner van een huis, ik moet een nieuwe ketel bij jou komen en zeggen, wat zal ik doen? Wat zeg je dan? Ja, kijk, wij zullen... Dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf. Maar als het kan, zou ik op een gegeven moment wel overstappen op die warmtepomp. Maar ik weet wel dat de verleiding ook wel heel groot is als je een bestaand huis hebt... om die ketel gewoon te vervangen door die andere ketel. Ja, en daarom denk ik ook dat... Ja, want als je tegen mij zegt, ik zou een warmtepomp doen... dan vraag ik natuurlijk, en wat kost dat, meneer de Haas? Ja, zo'n warmtepomp is gewoon duurder. Maar op de lange termijn zijn die kosten wel weer lager. Maar de initiële investering, die is natuurlijk... Gewoon 3-4 keer zo hoog. Hè? Ja. Maar dat geldt hetzelfde voor zonnepanelen. Je kunt het geld op de bank laten staan, maar je kunt het nu ook investeren. En dan gaat de elektriciteitsrekening naar beneden. Dus we moeten energie neutraal. De toekomst is geen gas meer gebruiken. En er zijn al best wat voorbeelden van. Astrid Peters uit Os bijvoorbeeld woont in een zogenoemde 0-op-de-meter woning. Alles gaat op elektriciteit. En ze geeft een korte rondleiding. Een van de grootste dingen is dus de zonnepanelen. Ik heb er hier 23 op liggen. De muren die zijn extra dik. De ramen zijn triple glas. Behoorlijke dikke deur. Binnen mag je niet in de muren boren. Ieder gaatje in de muur zorgt voor een lekkage in de isolatie. We hebben geen gas. Ik kook op keramisch. En Groningen is er blij mee. Ja, zo'n warmtepomp die werkt ook op elektriciteit natuurlijk. Hè? Ja. Zijn die dingen nou klaar voor gebruik door gewone consumenten? Of zeggen er zitten toch nog wel kinderziektes aan? Nou, die zijn zeker wel klaar als ze goed geïnstalleerd zijn. Maar als we het nou over een volgende crisis hebben... Ja, ik kan niet helemaal voorspellen, maar denk ik dat best veel bedrijven er nog niet klaar voor zijn. Ik denk nog niet dat je naar elk installatiebedrijf kunt bellen van kom even een warmtepomp installeren. Want dat is toch weer net even een andere techniek. Dus, en jullie ik denk dat de installatie... jij zegt natuurlijk dat jullie daar wel klaar voor zijn. Ja, natuurlijk. Het laatste wat ik zal zeggen, dat wij geen fouten maken. Ja, want we hebben ook elke dag nog wel eens klanten die niet tevreden zijn dat er iets misgaat. Omdat we ook met mensen werken die soms nog opgeleid moeten worden. Doen jullie ook zonnepanelen en dat soort dingen? Ja, afgelopen jaar hebben we 100.000 zonnepanelen gelegd. Dus. Alles op het gebied van duurzaamheid doen we. Wij zijn geen bouwbedrijf, dus geen isolage of dat soort dingen. Ik wil niet zeggen dat het nooit niet meegenomen zou worden, maar alles rondom installaties, warmtepompen. Maar ook bijvoorbeeld een energiefabriek in Tilburg samen met waterschap De Dommel, waar slib omgezet wordt in aardgas. Waar we dan misschien snel van af moeten, maar dat is wel heel duurzaam aardgas. En ik denk dat het ook voorlopig niet weg is. Dus maar er is nog wel een hoop te doen op het gebied van techniek natuurlijk. Vinden jullie zelf ook dingen uit? Nee, wij zijn geen uitvinders. Nee. Klaas die komt van de universiteit af en dat is meer een uitvinder. Maar wij zijn, ik zeg altijd, daar moeten wij van wegblijven. Omdat wij dan dingen gaan bedenken waar fabrikanten vaak helemaal op afgestudeerd zijn. En daar heb ik ook liever dat zij dat doen. Zij zijn daar veel beter in en anders wordt het voor ons een soort hobbyisme. Dus ik kan de verleiding goed weerstaan om te denken dat ik dat soort dingen beter weet dan een fabrikant. Ja. Die kunnen daar veel beter. Ja. Ik vroeg je in het begin, is die revolutie nou al begonnen? Ja, wat mij betreft zeker, ja. Maatschappelijk is er een enorm besef, denk ik, dat we iets moeten doen. Ik denk, maar alle voor- en tegenstanders... Maar als ik je goed hoor, zijn we nog niet over dat dode punt heen dat het echt gaat lopen nu. Nee, we gaan nog niet massaal van het gas af. Nee, dat dode punt dat komt natuurlijk door een aantal bewegingen die soms de politiek... en waar mensen natuurlijk heel snel van gemotiveerd raken... is als het economisch interessant is. En dat is het nog niet? Nou, ik denk het wel. Of laat ik zo zeggen, ik weet het bijna zeker. Kijk, zonnepanelen, daar zijn natuurlijk heel veel mensen nog 5, 6 jaar geleden... moesten we 3 keer het doorrekenen en aan particulieren uitleggen hoeveel dat het niet opleverde. Maar nu is het maatschappelijk zover dat de buurman het heeft en daar heeft het iemand... en als iemand dan 5.000 of 10.000 euro over heeft, zeggen ze al snel... nou, wat we doen, we leggen er zonnepanelen op. Het rekenen is al wat minder. Er is veel meer maatschappelijk besef, beweging... en dat die warmtepompen loopt dan nog wat op achter. Maar ik denk dat dat zeker gaat gebeuren. Dat is niet zo'n discussie. Heb jij allemaal... Met de pomp eigenlijk, Rick? Nee, maar bij ons bij de stal hebben we sowieso geen gasaansluiting. Maar dat doen wij met de warmte van de melk. Wordt teruggewonnen om de dingen te verwarmen. Ja. En warm water te maken. Ja. Nou, daar zit dan ook een warmtepomp in, want anders kan het niet. Hoe dan ook, Hoppenbrouwers Techniek is er volgens mij klaar voor. Voor de grote revolutie. Allemaal van het gas af.